Toen ik van de week Marina Lanting als beoogd lijsttrekker zeg maar, van de combinatie sprak, had zij het nogal over het sociaal domein. En toen dacht ik van, zou die Marieke Doddema toch niet stoppen? Ja, Marieke Doddema stopt inderdaad. Ik heb sinds kort een nieuwe baan en ik merk die baan die vraagt veel tijd, ook in de avonduren. En dat is niet te combineren met de rol van raadslid. Want ik vind het wel heel belangrijk als je raadslid bent dat je ook voldoende tijd hebt om natuurlijk naar de vergaderingen te gaan, maar vooral ook tijd hebt om de gesprekken met inwoners aan te gaan en met verenigingen en organisaties. Nou ja, dus je dacht van als ik die baan heb, dan kan ik dat niet meer goed genoeg doen. Nee, en ik merk ook sinds ik de baan heb dat ik ook dat ik het ook heel druk heb. En dat ik qua tijd ook wel eens qua agenda in de. Nou, dat het in de verdrukking komt met elkaar en dat ik keuzes moet maken. En ik ben 8 jaar raadslid geweest en dat heb ik echt met heel erg veel plezier gedaan. Het was echt heel mooi om op die manier betrokken te zijn bij de stad waar je woont en betrokken te zijn bij de mensen om je heen en ook iets te kunnen betekenen in sommige situaties. Maar ik vind wel, als je het doet, moet je voldoende tijd hebben en moet je er ook helemaal voor kunnen gaan. Als we eens 8 jaar teruggaan in tijd, waarom bent u er toen de tijd aan begonnen? Ik ben begonnen omdat ik vond politiek altijd al wel interessant. En ook als jeugdlid was ik wel actief. En het mooie vond ik altijd dat je iets van je betrokkenheid ook kunt laten zien aan de omgeving en mensen om je heen. En ik heb ook wel een drive om. Hè, ik ben christen en ik wil ook wel vanuit de liefde die ik krijg, wil ik ook wel iets uitdelen aan andere mensen. En voor mij was dit een hele mooie manier om daar handen en voeten aan te geven. En ik voel me ook altijd wel betrokken bij, bij beleid, bij dingen die met mensen gebeuren. En ik vind het fijn als ik daar iets voor mensen kan betekenen. Dat klinkt heel mooi, maar het politieke spel is ook gewoon een spel wat soms heel hard gespeeld wordt. Daar zult u de afgelopen 8 jaar toch ook last van hebben gehad dan? Nou, dat is het beeld vaak, maar ik vind in de wat mij heel erg is opgevallen is als je gewoon op basis van de inhoud een debat aangaat, en ik hou wel heel erg van debatteren, dat je dan ook kunt proberen elkaar op inhoud te vinden en ik heb altijd wel ervaren dat als het echt je te doen is om de inhoud en je speelt geen spelletjes, dat je dan op een hele mooie manier ook met elkaar je verantwoordelijkheid kunt nemen voor Nijkerk. En op die manier heb ik het ook geprobeerd. En zijn er ook zaken echt tegengevallen dat u dacht, nou dat had wel anders gemogen? Ja, je hebt natuurlijk altijd wel. Je hebt altijd als je terugkijkt wel dingen waarvan je denkt van jongens, als ik kijk, ik heb me heel druk gemaakt over de huishoudelijke hulp. Dat zal bekend zijn. En we kwamen in een situatie waarbij dat gedecentraliseerd werd vanuit de landelijke overheid, waarin we dat in Nijkerk moesten regelen. En op het moment dat we daarmee starten, was voor ons nog onvoldoende duidelijk, voor het college ook nog onvoldoende duidelijk, wat de precieze effecten daarvan zouden zijn, ook financieel. En wat ik heel vervelend heb gevonden voor inwoners is dat je ziet dat we toen voor een heel voorzichtig beleid hebben gekozen. Waarbij ik me wel heel hard heb gemaakt, juist voor de kwetsbare doelgroepen, dat die huishoudelijke hulp daar goed voor beschikbaar zou blijven. Maar dat we in de praktijk dat beleid heel erg bij hebben moeten stellen. En gelukkig was dat, werd het daarmee ook beter voor de mensen en werd het betaalbaarder. En ook kregen mensen ook meer uren huishoudelijke hulp. Maar ik had wel graag gewild dat we het in 1 keer goed hadden geregeld. En voor mensen, het lijkt mij voor inwoners heel vervelend als je elke keer te maken krijgt met wijzigend beleid. Als we naar de toekomst kijken, Marina Lanting in de fractie U eruit, heb je een tip voor haar? Ja, mijn tip voor haar zou zijn, verdiep je in de dossiers die er liggen. En ga vanuit de betrokkenheid, die ik ook bij Marina proef, ga vanuit die betrokkenheid aan het werk. En probeer op die manier ook contact te leggen met mensen in de samenleving. Probeer op die manier ook binnen de raad te opereren. Ga kijken ook hoe je samen kunt werken met andere fracties om dingen te bereiken.
En mijn ervaring is echt op het moment dat je probeert vanuit die verbinding met anderen te werken, dat je heel veel kunt bereiken. En dan maakt het niet heel veel uit of je in de coalitie zit of in de oppositie. Maar als je echt probeert het gesprek met mensen goed te voeren en als je probeert om daarin ook iets te laten zien van wat je drijft, dan is er gewoon heel veel mogelijk.